Nee, het plan is niet uitgevoerd zoals wij bedacht hadden. Het is eigenlijk wat anders gelopen. Wij hadden bij een openstaande brug, in de ketelbrug, hadden wij folders uit willen delen, flyers, aan de automobilisten die op dat moment stilstonden. Alleen, er was zoveel politie aanwezig op dat punt dat we dat niet gedurfd hebben. En toen is eigenlijk iedereen voor zichzelf maar een beetje begonnen. En toen wisten wij eigenlijk ook helemaal niet met welke kant het op zou gaan. En toen op een gegeven moment kregen wij de berichtjes dat bij Emmeloord het hele spul op de straat stond, op de A6. En toen zijn we er ook maar achteraan gegaan. Dus bij Emmeloord en ook bij Lelystad, actie op de snelweg, dat was in die zin dus spontaan? Ja, dat was die plekken waren zeker spontaan. En de politiemacht die daar aanwezig was, was ook waar wij mee gerekend hadden. Daar konden we ook prima mee werken. Dat waren helemaal hele gewoon mensen die wel snapten waarvoor wij er stonden. En die hebben ons mooi begeleid, ook met de weg weer vrijmaken. Is een heel goed overleg is dat gegaan. We hebben niks tegengehouden, we hebben niks geblokkeerd. We hebben een soort van zigzag opgezet op de snelweg. Waar iedereen doorheen moest, dat de snelheid er even uitging. En in die tijd hebben we foldertjes uitgedeeld met het hoe en waarom van onze actie. Maar dat is toch wel een gevaarlijke toestand eigenlijk, hè, op een snelweg, om daar dan gewoon trekkers op te zetten. Ondanks dat het niet letterlijk blokkeren is, maar ja, het is wel gevaarlijk. Nou ja, het ontstaan van de file, dat is natuurlijk, kijk, files staan er iedere dag en daar kunnen mensen mee omgaan. Alleen het ontstaan van de file, dat is gevaarlijk en daar hadden wij dus de opening van de ketelbrug voor willen gebruiken. Ja, en dan nu natuurlijk de hamvraag, waarom heeft u deze actie gehouden? Omdat wij ons zorgen maken dat met de plannen die het kabinet nu voor heeft liggen, de landbouw dusdanig ingrijpend verandert in Nederland. Dat voedsel duur gaat worden, voor de burger ook. De burger gaat dat merken. Ons landschap compleet gaat veranderen. En het wordt niet goed voor Nederland. Als wij niet meer kunnen produceren, of in mijn geval omdat ik een loonbedrijf heb, mijn klanten niet meer, geen boer meer zijn, dan kom ik ook zonder werk te zitten. Maar werk is er natuurlijk. Dat kan ik ook ergens anders wel doen. Maar het, wat ons verontrust is, waarom we die acties zo houden, is omdat we de burger duidelijk willen maken wat er te wachten staat. En dat is, heel veel mensen hebben dat nog niet in de gaten. Nee, en niet alleen de burger, maar Den Haag vooral ook. Want de stikstofwet, daar gaat het nu om, die komt uit Den Haag. Die wordt ook opgelegd vanuit Den Haag. Wat is het dan? Moet dat maar niet gebeuren? Ja, dat zegt u heel goed. Die wordt opgelegd vanuit Den Haag. En dat is helemaal niet degene die hem oplegt. Terwijl Den Haag roept, het moet van Brussel. En dat is helemaal niet zo. Dit is inderdaad een verzinsel uit Den Haag, die stikstofwet op deze manier. En nee, ik denk niet dat die zo hoeft. Nee, er zijn allerlei andere manieren om ook reductie te halen. In ieder geval dat te verspreiden over alle sectoren. Ja, ook de industrie, ook de luchtvaart. Ook het maar die doen dat ook? Die weten nog helemaal niet wat ze moeten gaan doen. Dat wordt in de loop van de herfst, krijgen die de getallen bekend wat ze zullen moeten gaan doen. En de landbouw wordt nu als eerste op het hakblok gelegd. Ja, maar de toon die ik een beetje hoor bij boeren is dat ze doen voorkomen alsof zij in hun eentje, de agrarische sector, in hun eentje dat hele stikstofprobleem moet oplossen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ja, dat is wel zo. Want andere sectoren moeten dat ook. De andere sectoren weten we nog helemaal niet wat die moeten. De agrarische sector heeft kaartjes gekregen die helemaal ingetekend zijn, waar precies in staat welk bedrijf wat moet. En heel veel grote bedrijven draaien zonder vergunning. Grote elektriciteitscentrales draaien compleet zonder stikstofvergunning. Dus als er geen vergunning is, weet niemand wat ze uitstoten. Dus die hoeven ook nog niks. Dus inderdaad is het wel zo dat de agrarische sector nu op het hakblok gelegd wordt en de rest nog niks hoeft. Misschien komt dat nog, maar tot op heden niet. En dan zo'n grote actie zoals gisteren, denkt u dat dat zin heeft? Ik denk dat dat in de bewustwording van veel mensen zin heeft. In het signaal naar Den Haag ook. Kijk, en er zal niet direct nu wat veranderen door die ene actie. Maar als dit vaker gebeurt en lang genoeg volgehouden wordt, dan denk ik dat er op een gegeven moment wel mensen gaan draaien. Want die bedoeling heeft u wel, dat het niet blijft bij de actie die er net is geweest? Dat denk ik niet, nee, dat daarbij blijft. Als ik zo'n sentiment in Nederland proef, dan denk ik dat we nog een hele hete paar weken tegemoet gaan.